De KPNI-divisie wordt mede mogelijk gemaakt door FBTO, H&M en KPN. Welkom dames en heren, speelronde 10 van de Eredivisie met vandaag op het programma onder andere dus Groningen tegen Sparta Rotterdam. Groningen dat niet wist te winnen tegen ADO. En datzelfde geldt voor Sparta tegen Willem II. Allebei vorige speelronde dus een nederlaag te verwerken gehad. Het is voor zowel Groningen als Sparta zaak om te winnen vandaag, om die play-offs plekken binnen te dringen. Spot 5 tot en met 12. Op dit moment is Groningen 15e met 8 punten. En daarachter de Sparta 16e met 6 punten. Bij winst van Sparta kan Sparta dus over Groningen heen. En dit is geen buitenspel, of wel? Wel buitenspel. Het is voor Groningen de zaak om naar die 11 punten te klimmen. Dan hebben ze misschien een spot in die top 12. Sparta moet bijna wel 3 punten pakken om nog aansluiting te houden bij die top 12. Dus wat dat betreft wordt het interessant. Ik denk niet dat beide teams aan een gelijkspel veel hebben. Vorig seizoen FC Groningen Sparta 6-2. Beide heren van Groningen wisten 3-1 te winnen. Dus wat dat betreft genoeg om voor te spelen in speelronde 10. Hier is het Thomas met de roulette, maar de onderschepping daar van Bob. En hier Ronaldo Luis Nazario da Lima. Vrije trap voor Groningen. Ja, Bob die dus een 2-0 voorsprong weggaf eigenlijk in de laatste minuten. Speelde nog 2-2 gelijk tegen Rick Dame. Hier wel een aanval met Pelé. Goede actie en dan ook een hele goede redding. Toch die actie naar binnen. Oké, nieuwe skill move daar dit jaar gebruikt door Ronaldo. Bob dus. Maar hier Sparta die langzaam de aanval kan gaan zoeken. Via Bruno Fernandes en Ruud Gullit. Twee spelers die we toch wel vaak terugzien op het verdedigende middenveld. Vaak Vieira toch een plek centraal achterin. Bij Groningen zien we wel Vieira en Gullit op centraal verdedigend middenveld. Omdat daar Rio Ferdinand centraal speelt. Met als partner dus Wan-Bissaka. We hebben even hetzelfde kleurveld als de shirts van Groningen, maar we zijn er weer. Ja, het gaat dus een beetje op en neer dit duel tot nu toe. Kijken naar de individuele klassementen op PlayStation. Ik weet dat de spelers daar zelf niks om geven. Maar goed, ik heb de informatie hier voor liggen, dus ik kan het net zo goed delen. Thomas op een 13e spot en Bob op een 6e plaats. Moet er dus wel bijgezegd worden dat vaak als je dus een tweede pot speelt, dat je dan of juist de voorsprong moet verdedigen of moet inhalen. Dus het zegt allemaal niet superveel, maar het is toch leuk om even mede te delen. Hè? En weten we dat ook weer. Hier wat balverlies van Groningen. Kan Sparta gaan opbouwen. Oké. Ronaldo naar de bal toegekomen. CR7 met rug nummer 9. En R9 met rug nummer 10. GG's. Goed, allemaal details die ze niet toe doen. En
Mbappé. Veel mensen voor de bal nu bij Sparta. Ronaldo gezocht en gevonden. Maar daar de onderschepping. Alsnog Sparta in balbezit. Even wat gaten achterin bij Groningen. Kan daar gebruik van worden gemaakt. Elastico schieten. Ja, die mocht je wel vastpakken inderdaad. Beetje onvrede dus bij Bob. Coquetta schieten nu wel in de handen van Edwin van der Sar. Krijgt de bal nu wel bij de linksback. Probeerde die ook toen hij 2-0 voor stond. Daar ging het toen mis en zo wist Rick Dame te scoren in de vorige speelronde. Bro. Is dus hier de welbekende kreet van Bob horen we. Bro. Oké, de bridge perfect uitgevoerd hier. Door Thomas. Bruno Fernandes. Verliest daar wel de bal. Weinig mensen nu voorin bij Groningen. Dan hier de steekbal, maar Maldini komt daar gewoon bij. En dan is het weer Sparta. Het gaat op en neer, maar echt mega kans heeft er nog niet toegeleid. Gaat Thomas dan voor de laatste aanval? Dat is de vraag. Bro! Dan hebben we weer de bro-counter. Bro! Nu dan de laatste aanval voor Thomas. Nee, dan gaan we rusten met een 0-0. Of Bob moet hem nog in de aanval krijgen. Nee, 0-0. En dan gaan we kijken of het de tweede helft brengt. Daar zijn we weer. De aftrap van Thomas. Gaan we nog een doelpunt zien? Dat zou toch leuk zijn? Voor de kijkers ook. Of gaan we hier een... bloedeloos gelijkspel zien. Lange bal hier gepompt, maar buitenspel. Bro, dit is zo traag. Dat is nummer 3, de bro-counter. Dat Groningen daar dus de bal verloor. Hier dan Thomas in aanval. Thomas. Ik wilde hem daar op Gullit breed leggen, maar de onderschepping was daar. Dan kan misschien nu Bob de aanval gaan zoeken. Nu nog een vrij dooie pot. Maar ja, het gaat natuurlijk om de keiharde punten, dames en heren. Vergeet dat niet. Er is een pauze gedrukt. Bob wordt lichtelijk gek. De ingooi voor Groningen. Hopelijk dat de wijzigingen wat
doelpunten gaan opleveren. In ieder geval wat grote kansen, want tot nu toe is het nog vrij vlak. Het gaat wel de hele tijd op en neer, maar echt een gevaarlijke aanval hebben we nog niet gezien. Hier Thomas in de aanval. Bro, pas even naar voren, man. Nummer 4. Nog een bekende kreet. Je mag hem naar voren passen. Bob die wil ook lekker aanvallen, maar als er één manier is om Bob gek te maken, dan is het om de bal niet naar voren te passen. Nou, nu is de bal wel naar voren gepast. En dan komt daar meteen de 1-0 aan. Zou je zeggen, maar ja. Naastgeschoten door Ronaldo. Dan zie je maar als die bal naar voren wordt gespeeld dat er ook nog grote kansen komen. Nu dan Bob, die mag hem dan zelf ook wel naar voren spelen, maar die speelt hem ironisch gezien terug. Ook omdat er weinig mensen voor de bal staan natuurlijk. Nu wel wat meer mensen in de aanval. Gaan we het dan meemaken? Een doelpunt. Wie weet. Vieira. Bro, het is zo draag. Je kan gewoon niet eens dribbelen, man. Dat is nummer 5. De bro counter. Maar ja, het zegt al genoeg dat Bob er niet heel lekker in zit. Deze wedstrijd niet. En ja, tot nu toe... afgelopen weken ook niet echt. Groningen ja, presteert minder dan men van hen had verwacht. En dit is een goal. Wat? Ze geloven het zelf ook niet. 1-0 Sparta. We hebben een doelpunt. Jawel. Een voorzet waarvan je nooit verwacht dat hij hem daar verkrijgt. Ja, valt eigenlijk achter de centrale verdediger. En dan is het vrij binnenschieten. Ja, dit is een goal die we niet heel vaak zien. Ze waren zelf ook een beetje verbaasd. Maar we hebben een doelpunt te pakken. Jawel, Sparta op 1-0. Bro, ik ga die OBS gewoon aan. Ik kan gewoon niet. Ik kan gewoon niet draaien. Het is echt zo slecht, die stream. Ik ga het nooit meer doen, man. Ja, legendarische voorzet. Valt daar tussen de verdedigers in. Zo kan Bruno Fernandes de 1-0 maken voor Sparta. Hebben we nog iets minder dan 20 minuten te spelen in game. In deze eerste strijd op de PlayStation tussen Sparta en Groningen. Gaan we kijken of Bob van Uden nog terug kan komen. Of dat Thomas kan uitlopen. Of dat het zo blijft. Ja, alles is mogelijk. Wel balbezit voor Sparta nu. Lijkt de laatste fase iets meer de controle te hebben over de wedstrijd. Gozer, pak even een bal af, man. Duidelijke taal hier. 2-0 voor Thomas. Belangrijk doelpunt. Ik zat even te kijken wat er nou zou gebeuren. Maar ja, het is eigenlijk niet om te lachen. Want Groningen is echt in een dip beland. 2-0 voor Sparta. Goed afgemaakt door Cristiano Ronaldo. De Portugezen doen het dus voor Sparta. Belangrijke tweede treffer van Thomas. Zometeen dus Nick tegen Aristot. Op de Xbox. En als het zo blijft dan begint Arie in een goede uitgangspositie. Godverman. Kan er nog een doelpunt vallen voor Thomas? Dan wordt het wel een hele moeilijke klus voor Nick.
Hier dan Mbappé, de redding daar van Edwin van der Sar. Kan Bob dan de laatste aanval zoeken? Dat is de vraag. Bob die weinig gecreëerd heeft in dit duel. Hier met Cristiano Ronaldo. En dan ingeleverd. En dan lijkt het de laatste aanval te gaan worden voor Sparta. Of ja, dat niet eens. Hier dan misschien nog van Groningen. Toch slordig weggewerkt daar. Maar alsnog daar de bal onderschept. Dan gaan we met 2-0 voor Sparta het tweede duel in. En dan gaat Nick het dus opnemen tegen Aristot. En dan gaan we kijken of Nick nog voor de ommekeer kan zorgen. Het wordt 2-0 en we gaan door naar de Xbox. 2-0 verloren. Ja, daar zijn we weer, dames en heren. Het tweede duel tussen Groningen en Sparta dus op de Xbox. 2-0 voorsprong dus gecreëerd door Thomas tegen Bob. Waardoor Arie dus nu met een voorsprong dit duel ingaat tegen Nick. Maar Nick kan die voorsprong meteen minder maken voor Sparta. En die scoort hier vanuit de aftrap 1-0. Dan wordt het interessant. En waar we net eigenlijk de hele pot hebben gewacht op doelpunten. Start Groningen hier sensationeel. 1-0 dus voor Nick. En zo zet hij dus de score op 2-1 voor Sparta. Met eigenlijk nog een hele wedstrijd te gaan. Hele interessante start dit. Wel even op start gedrukt. Maar heel erg vlug. De treffer voor Nick. Die zal hem misschien wel nodig hebben ook even. Ook in een iets mindere fase beland. Heel benieuwd hoe de wedstrijd zal gaan ontwikkelen. Toch een mentaal tikje als je meteen al die goal incasseert. Maar goed, Sparta nog steeds een voorsprong. Hier Aristot die balletje het werk laat doen. Ronaldo en Ronaldo. Die zien we natuurlijk wel vaker. Ronaldo, Luis, Lazario de Lima op Cristiano Ronaldo. Maar de bal achter Cristiano gespeeld. Hier moet Groningen de bal wegwerken. Komt er nog wel goed uit zelfs. Goed onder de druk van Daan gevoetbald. Zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Kan er nu zelf de aanval weer gaan zoeken. Toch Nick die, als hij geconcentreerd speelt, aanvallend heel gevaarlijk kan zijn. Hij heeft natuurlijk veel skill moves in huis. Maar moet verdedigend ook niks incasseren. Anders gaat het wel een hele moeilijke klus worden. We zijn 15 minuten onderweg. Groningen heeft sowieso nog 2 doelpunten nodig. Dan Vieira. Opbouw rustig verzorgd bij Sparta. Ja, het hoeft natuurlijk ook niet. Dus wacht op wat gevaarlijks. De bal blijft in de ploeg met Sparta. En toch elke keer als je denkt, nu is het moment om naar voren te gaan. Gaat het balletje dan toch terug. Nu dan misschien. Ronaldo mis. Stond net niet goed opengedraaid misschien. Maar Sparta heeft in ieder geval op start gedrukt. Gaat wat aanpassingen plegen misschien of wat overleggen.
zou allemaal kunnen. Ik kan helaas de heren niet meer horen. Dat vind ik jammer. Maar goed, dat is een keuze van de heren. We zitten in de 25e minuut. Sparta nog steeds een voorsprong. Nick gaat opbouwen vanuit achteruit. Steekt hier Mbappé weg. Kruipt naar binnen weer. Nick zal ongetwijfeld iets aanvallender gaan spelen. Naarmate de tijd verloopt, verstrijkt. Veel mensen voor de bal. Maar ook veel mensen achter de bal bij Sparta. Hier weer het balbezit van Sparta. Hier kan de bal worden gestoken op Mbappé. Die altijd daar in duel is met Davies. Hier de aanval, de opbouw van Sparta. Pelé. Wel half verdedigd en dan de goal voor Sparta. Ja, het is een hutsie-klutsie goal. Maar ja, als je dat voor je voeten krijgt, moet je hem wel nog even afmaken. Dat doet Arie en dan staat het 1-1. De voorsprong weer 2 doelpunten voor Sparta. 3-1 dus overal. En dan wordt het nog een moeilijke klus voor Nick om überhaupt een resultaat te boeken. Want makkelijk scoren, ondanks natuurlijk die kick-off, die vroege treffer, ga je niet doen tegen Arie. Kan ook heel mooi de bal in de ploeg houden. En als je de bal niet hebt, dan kun je ook niet scoren. Hier dan Nick. Zou toch meer risico moeten gaan nemen hier Ronaldo. Luis Nazario da Lima. En zo wordt alles wat ik net zei meteen de prullenbak ingegooid. Bedankt. Soms heb je dat als je dan commentaar geeft en je bent ergens van overtuigd of je zegt iets. Dat dan een paar seconden later dat meteen de prullenbak in kan. Heeft natuurlijk ook gewoon met de aanvallende kwaliteiten van Nick te maken. Weer de marge op 1. Zo blijft het toch spannend. In ieder geval 3 doelpuntjes gezien in deze eerste helft. Ruud Gullit. De laatste aanval zal ongetwijfeld ingezet worden door Nick. Veel mensen voor de bal nu. De laatste minuut is ingegaan. En dan is daar de klutsituatie. Wat in niks resulteert. En dan gaan we rusten. 2-1 deze pot voor Nick. Overal natuurlijk nog wel de voorsprong voor Sparta Rotterdam. We gaan meemaken of er nog iets spectaculairs gaat gebeuren in deze tweede helft. We zien wel dat de Bruno Fernandes is ingevallen voor Ruud Gullit. Bij Sparta. Die kon dus het middenveld versterken. Wel het balverlies. Daardoor nu Nick aan de bal. Met een hele verre bal. Pakte niet goed uit. En dat zou zomaar een kans op kunnen leveren voor Sparta. Hier dan Aristot. Daar is de invaller Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo naar zijn rechter. Kan gaan pasen, gaan naar zijn linker, naar de andere Ronaldo. Het is de zaak om te zorgen dat als de spelers in de 16 staan, de aanvallende spelers, dat ze niet met hun gezicht naar de goal komen te staan. Dan zijn er legio aan skill moves die je daar kan toepassen. Wat levensgevaarlijk kan worden. Nu dan Nick in de aanval. Hij heeft nog steeds niet heel veel aanvallen gehad. Maar op de momenten dat hij er kwam, wist hij ook te scoren.
Hier zit Ronaldo, reverse Elastico, maar nu wel goed onderschept. Dan kan Aristot weer de aanval zoeken. Kies wel voor de bal terug, kies voor de controle. Hij staat ook op voorsprong natuurlijk. Vieira. Pelé. Ronaldo komt in de bal, maar wordt daar even overgeslagen. Langdurig balbezit nu van Aristot. En dat resulteert in een goal, want hij blijft het hele veld rondspelen en wacht op het moment dat, Cristiano Ronaldo daar een beetje vrij komt, randje 16. En dat zijn toch wel de meest frustrerende goals om tegen te krijgen. Eerst achter het balletje aanrennen en dan nog ook een goal incasseren. Dat is nooit prettig. Goed gedaan door Aristot. Die zet de marge weer op 2. Moet Nick er weer achteraan gaan rennen. Dat is ook niet prettig, maar heel zakelijk en goed uitgespeeld door Aristot. En we gaan nu waarschijnlijk toch een alles of niks situatie zien. We zien drie wissels. Twee bij Sparta, één bij Groningen. Bij Groningen is Zidane in de ploeg gekomen voor Gullit. Groningen is er toch aanvallende gaan spelen. Ronaldinho in het veld voor Pelé. En Garincha zien we niet heel vaak voor Mbappé. Garincha moments. Het is nu wel Nick die weer de aanval moet gaan zoeken. Hij heeft nog twee doelpunten nodig om überhaupt een resultaat te boeken en om Sparta onder Groningen te houden. Want mocht Sparta dit winnen, klimmen zij over Groningen heen. Staan ze 1 punt boven Groningen. Lijkt tot nu toe nog prima uit te zien voor Sparta. Hier weer de lange opbouw, dan noemen we het maar zo, bij Sparta. Geduldige aanval. Nu wel het balverlies. Zidane aan de bal. Wan-Bissaka komt hier op aan de rechterkant. Kan de bal terugleggen op Bruno Fernandes. Ronaldo reverse Elastico in de goal. Ja, ja. Dat wordt weer spannend. Weer de marge op 1 gezet. Hele goede actie. En ik zei het al eerder deze wedstrijd. De skills heeft hij wel in huis aanvallend. Dan hebben we nog een kwartier te gaan. Heeft Groningen nog 1 doelpunt nodig. Zijn spanning weer terug. Hier dan Sparta weer in aanval. Vieira. Naar de andere Vieira. Bruno Fernandes. Ziet ook 75% op zijn balbezit. Voor Sparta. Ja, zo houd je natuurlijk wel de controle. Ja, nu krijgen we heel veel ruimte. Dan is daar Bruno Fernandes. Geen goal. Daar zit Van der Sar tussen. Gaan de laatste wissels gepleegd worden.
Ja, we gaan nu een alles of niets situatie zien bij FC Groningen. Mandy vervangt daar Davies. En bij Groningen nu centraal achterin Zidane. Op de linker centerback vervangt daar Maldini. Zijn primekaart. Nou ja, we weten allemaal dat Zidane niet mis is van een kopbal. Alleen dan zonder bal. Hier is Sparta. Balletje op Bruno Fernandes. Die verliest de bal aan zijn broer. Nu Mbappé ingespeeld. Ronaldo. Mbappé. Cruijff ook. Ronaldo wordt onderschept daar door Maldini. Maar veel mensen daar die druk zetten. Levert balbezit toch ook wel voor Groningen. Mbappé. Actie hier dan. Oh, oh, oh. Toch die goal voor Nick Den Hamer. Dan toch die druk die Arie net iets te veel werd. En ja, zoals ik al eerder aangaf. Als iemand perfecte skills kan timen, dan is het Nick Den Hamer wel. En dat is toch zuur inderdaad voor Aristot. Die stond twee doelpunten voor en lijkt het een gelijk spel te gaan worden. Wachtte daar even met Mbappé en zette daarna de skill move in. Zorgt er wel voor dat als het zo blijft, Groningen wel Sparta onder zich houdt. Maar ja, met één puntje schiet ze ook niet heel veel op wat dat betreft. Maar ja, je kan beter één punt hebben dan niks natuurlijk. Plus je houdt dus een concurrent Sparta onder je. Maar we hebben nog even te gaan. Misschien kan Ariston nog wat uit de hoge hoed toveren. Toch de Machom van de E-divisie, zoals ik al eerder aangaf. Wat een beest. Hier dan veel ruimte achterin, omdat Nick vol in de aanval blijft gaan. Levert dat ruimtes op voor Aristot. Gaat hier wel voor de laatste aanval waarschijnlijk. Veel ruimte op het middenveld. Kan er eventueel van profiteren Vieira. Op Ronaldo of Vieira. En dan de onderschepping. Maar wie komt hier aan de bal? Het is Nick. Die moet dan nu naar voren. Ronaldo steekt hier Pelé weg. Pelé, de laatste aanval nu voor Nick. Legt hem terug op Fernandes. En dan daar de onderschepping. En dan gaat het een gelijkspel worden. Tussen Groningen en Sparta worden na twee wedstrijden 4-4. En houden beide teams één punt over aan deze tweestrijd.